allemaal, ik heb vandaag weer een herfstdoertje zelf voor jullie. En vandaag heb ik gekozen om deze herfstfotolijstje te gaan maken. Dus mocht je benieuwd zijn, blijf vooral kijken. Zorg alvast voor een paar mooie fotolijstjes. Twee papiertjes met een mooie print erop, ik ging voor tekst. En een aantal mooie herfstblaadjes. Zoals jullie misschien al weten verander ik graag, heel vaak, de inhoud van mijn fotolijstjes. En vandaag ga ik het weer doen. Ik heb gekozen voor deze drie zwarte lijstjes. Voor de achtergrond van de lijstjes vond ik het wel leuk om een leuk printje te gebruiken. En nu heb ik vandaag gekozen voor een oud, een soort oude boekpagina is het een beetje. En hier print ik er twee van uit. Wanneer het herfst is kun je eigenlijk gewoon maar op één plek de beste decoraties halen. Dat is gewoon buiten. Dus ik ging gewoon voor het bos. Ik ben lekker naar buiten gegaan en ik heb een paar mooie blaadjes uitgekozen. En die ga ik nu matchen. Dus pak je lijstjes erbij en kijk een beetje welke blaadjes het beste bij welk lijstje matchen. En maak een mooie combinatie. Dit zijn de blaadjes die ik vandaag ga gebruiken. Dus nu is het tijd om de lijstjes open te maken en de oude inhoud eruit te halen. Het verschilt een beetje per lijstje, maar wat ik uit mijn lijstjes haal is een stukje karton. En mijn papiertje van vorige keer, waar home op staat, die kun je gewoon even aan de kant leggen. Kan er eventueel later, een paar weken later, weer terug in. Ik vind het gewoon leuk om af te wisselen, dus ik bewaar hem gewoon. Dan is het tijd om de achtergrondjes op maat te knippen. En ik pak dus mijn tekst erbij en ik leg even het kartonnetje er bovenop. En nu ga ik gewoon letterlijk gewoon wat niet nodig is er afknippen. Dus leg het even neer waar je het wil hebben. Kijk even welk stukje je als achtergrond wil gebruiken. Je zou eventueel ook de bovenkant kunnen pakken met het plaatje erbij. Maar ik heb dus gekozen voor de tekst. Dat vond ik het meest rustig eruit zien. En na het afknippen leg ik dus mijn eigen papiertje bovenop het kartonnetje. Zoals ik hier doe. Voor de zekerheid plak ik het wel nog even vast. Dus pak even een stukje plakband. Vouw deze twee keer dubbel. En dan heb je een soort van zelfklevende plakband gecreëerd. Doodsimpel, maar het werkt. Meer heb je ook niet nodig. En zo plak je de twee dus op elkaar. Om het blaadje vast te krijgen ga ik er precies hetzelfde doen. Dus pak gewoon een plakbandje, vouw hem twee keer dubbel en dan heb je weer een zelfklevend plakbandstukje. En hier plak je het blaadje op. Zodat je dus een leuke achtergrond krijgt en het blaadje toch goed blijft zitten. Zo. En nu is het alleen nog maar een kwestie van de nieuwe inhoud in het fotolijstje doen. Mocht het nou niet passen, knip er dan nog even een stukje vanaf. Maar dit werkt gewoon prima. En dan zal je lijst uiteindelijk zo worden. En nu gaan we voor de tweede en de derde fotolijst gewoon exact hetzelfde doen. Dus ik knip weer de zijkant er vanaf. Je kunt trouwens prima werken met maar twee A4'tjes. Daar kun je prima drie lijstjes uithalen. Ligt natuurlijk wel een beetje aan hoe groot je fotolijst is, maar ik red het prima met twee A4'tjes. Het blaadje weer even erop en de achterkant. En dan is je tweede fotolijstje ook af. Even alles dichtmaken. En het tweede lijstje ziet er uiteindelijk zo uit. Nou, je raadt het al, het derde lijstje ga ik gewoon exact hetzelfde doen. Dus pak weer even een blaadje. Plak het erop, achterkant erop en je bent klaar. En nu heb je uiteindelijk drie hele mooie fotolijstjes die ik nu ga laten zien. Dit is hoe de eerste is geworden. Hier zie je het tweede lijstje. Mijn persoonlijke favoriet, want die wel echt zo bruin herfstachtig is. En het derde fotolijstje. En dan heb je weer drie nieuwe decoraties voor op je kamer. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk om te zien. En tot de volgende keer.